Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland hadden we vanmiddag wat stapelbewolking, maar de zon die hield de overhand en van het westen en zuiden was het ronduit zonnig. Temperaturen liepen in delen van Brabant en midden Limburg weer op tot rond de 20 graden. Vanavond gaat het snel naar beneden, is het 11 tot 15 graden en vanuit het noorden trekken de enkele wolkenvelden het land binnen. Vannacht de meeste wolken in het noorden van het land, daar 6 à 7 graden. Tijdens lange opklaring wordt het 3 graden, kant aan de grond vriezen betekent dat de dauwtrappers morgenochtend dus met lage temperaturen beginnen. Maar de zon wint snel terrein. De wolken boven het noorden lossen voor een groot deel op. En dan loopt de temperatuur ook op. 14 tot 18 graden. Pas in de avond valt er in het zuiden wat regen. In de nacht trekt die regen via Limburg weer weg. En dan is het vrijdag overdag vrij zonnig en droog. Noordelijke wind daardoor 15 tot 18 graden. Zaterdag later op de dag komt er vanuit het noordwesten regen. Zondag kan er een enkele bui vallen. Ik ben Michiel Severin. Van weerplaatsen.nl en ik wens u een heerlijke hemelvaartsdag toe.